Waarom hebben grotere dieren dikkere poten? Als je gaat kijken, dan heb ik hier een olifant en een mug naast elkaar gezet. Nu zou je kunnen zeggen, ja, de olifant is veel groter, maar ook als ik qua verhouding ga kijken, dan zie je dat de mug veel dunnere poten heeft dan de olifant. Nou, ik wil je laten zien wat dat mee te maken heeft. Ik teken hier even een schaalmodel. En dit model van een dier, dat is opgebouwd uit 69 kubussen. Het gewicht van elke kubus is gelijk aan 1. Nou, welk gewicht moeten de bovenkanten van de poten dragen? Nou, probeer het telkens eerst zelf, dus steeds even de video poseren. Dat is veel effectiever dan maar alleen maar kijken hoe ik het doe. Welk gewicht moeten de bovenkanten van de poten dragen? Ja, 57 blokjes. Nou, hoe kom ik eraan? Nou, je ziet de poten zelf. Dat is natuurlijk 3 blokjes per poot. 3 keer 4, dat is 12. 69 min 12, dat is gelijk aan die 57. Hoeveel is dat gemiddeld per vierkante eenheid? Nou, dat moet ik natuurlijk door 4 delen. Want er zijn 4 poten, dus dit gewicht moet ik verdelen over die 4 poten. Dus dan kom je uit op 14,25. Van dit model wordt een vergroting gemaakt. Alles wordt keer 2 gedaan. Let even goed op, als ik alles keer 2 zou moeten doen, ja, dan past het niet meer mooi op deze dia. Wat ik gedaan heb, is, ik heb wel alles keer 2 gedaan en het vervolgens weer verkleind. Zo moet je het als het ware zien. Ja, maar dit is dus eigenlijk een 2 keer zo groot dier, als het ware. Uit hoeveel kubussen bestaan de romp en de kop in dit geval? Kijk als eerste even mee. Dit was oorspronkelijk 1 blokje. Ik ga even terug om het te laten zien. Dit was 1 blokje. En dat is nu eigenlijk onderverdeeld in 8 blokjes. En waar heeft dat mee te maken? Als iets 2 keer zo groot wordt, dan wordt het in elke richting 2 keer zo groot. Oftewel in de lengte, de breedte en de hoogte. 2 keer 2 keer 2 is 8. Dus 1 blokje is als het ware 8 blokjes geworden. Dus uit hoeveel kubussen bestaan de romp en de kop? Dan kan ik het volgende doen. Als ik puur ga kijken naar de romp. Nou, ik had 57 blokjes in totaal, maar het hoofd bestond uit 3 blokjes, dus die haal ik ervan af. Dat waren 54 blokjes. En dat moet ik eigenlijk ook keer 8 doen. Hè? Keer 2 tot de macht 3, want dat is 8. Dus dat worden 432 kubussen. Het hoofd bestond uit 3 blokjes, dat moet ik ook keer 8 doen. Dat zijn nu 24 kubussen geworden. Welk gewicht moeten de poten nu dan in totaal dragen? 432 plus 24 is 456. En hoeveel is dat gemiddeld per vierkante eenheid? Een poot bestond net uit 1 blokje. Nu bestaat een poot uit 2 keer 2, oftewel 4 blokjes. Dus ik heb nu 4 poten, elke bestaan uit 4 blokjes. En dus vandaar dat ik niet moet delen door 4, maar moet delen door 4 keer 4 eigenlijk. Dan kom je op 28,5 uit. Nou, wat valt je nu op? Nou, die 28,5... die is eigenlijk het dubbele van die 14,25. Dus het gewicht per vierkante eenheid is nu verdubbeld. Dus op het moment dat de inhoud keer 2 gaat, dan is de drukvergroting ook een factor 2. Want de oppervlakte, dat is lengte keer breedte. En de inhoud, dat is lengte keer breedte keer hoogte. Dat is wat je nu altijd in je achterhoofd moet houden. Als de inhoud 2 keer zo groot wordt, dan is de drukvergroting, dan is het niet hetzelfde gebleven wat jouw voeten als het ware moeten dragen. Nee, want dat is een oppervlak. Dan zit je alleen maar te werken met lengte en breedte. Dus dan heb je eigenlijk 2 keer zoveel wat je te verwerken hebt. En daarom geldt dat je bij die mug en die olifant zag dat een mug het met relatief dunne poten kan doen. Die is maar heel erg klein. En dat een olifant vele dikkere poten nodig heeft. Dus hopelijk weet je nu altijd wat dat doorkomt. En vond je dit een leuke video? Abonneer dan ook op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste nieuwe video's.